Nou, 2 jaar geleden was ik dus heel dichtbij. En nu was het heel spijtig, was de CEO overleden, die waar ik zou maar zeggen van verloor 2 jaar geleden. Ik ben weer benaderd en ik heb 1 gesprek gehad en toen had ik besloten van nee, ik wil gewoon toernooidirecteur blijven. En ik ben dat hele proces niet ingegaan. Dat heb ik tijdens US Open vorig jaar heb ik dat gesprek gehad en toen al aangegeven. Aan de headhunter zou ik maar zeggen dat ik dus geen interesse heb voor deze ronde. Misschien ooit over 3 jaar, 6 jaar of misschien nooit, dat weet ik niet. Maar voorlopig ben ik heel blij dat ik bij dit mooie toernooi betrokken mag blijven. Ben je niet bang dat je nu jezelf definitief van de lijst hebt geschrapt? Ik weet niet, het zou kunnen. Ik had natuurlijk heel veel support van Djokovic, Nadal, van Murray, Del Potro waren allemaal toppers die wilden dat ik CEO werd. En heel veel toernooien, dus ik had onwijs support. Ja, misschien heb ik die over een aantal jaren niet meer, dat weet ik niet. Maar je maakt wel voor keuze was het voor mij, beslissing. En dan sta ik achter. En als het dan blijkt over een aantal jaren dat het misschien niet goed is, als ik wel voor die job wil gaan, dan is dat zo. Maar nu sta ik helemaal achter deze beslissing, omdat ik nu heel graag toernooidirecteur wil zijn.